Erik en Stijn organiseren elke week een illegale straatrace. Samen met 40 andere snelheidsduivels hebben ze hun eigen competitie uitgestippeld. Prijzen zijn er niet te winnen, alleen de kick telt. De kick is gewoon heel groot. Ja, gewoon kippenvel. Als je terugrijden komt, dan ja, je benen die trillen gewoon omdat je het chic vindt. Vrijdagavond, 8 uur. Erik gaat op zoek naar een geschikte plek om te racen. Een rechtstuk weg, minstens 400 meter lang en zonder verkeersdrempels of andere obstakels. En ver weg van de bewoonde wereld. We houden de locatie geheim tot het laatste moment. We willen enkel mensen die meekomen sprinten en die niet mag komen kijken. Ik bedoel, dat is enkel een gevaar voor ons. 4 uur later, 40 auto's met ronkende motoren verzamelen op de parking van een tankstation ergens in Vlaanderen. Illegale autoracen gaan een trend worden, daar ben ik vast van overtuigd. Als je ziet, iedere week komen er meer jongeren rijden. Iedere week zien we meer volk opdagen. Jongeren willen iets doen, dat is een uitlaatklep voor hen. Stijn is automonteur en extreem gepassioneerd door het gebrul van motoren. Een ander gespreksonderwerp is gewoon uitgesloten. Ik ben altijd met mijn auto bezig. Zoveel mogelijk, s'avonds, s'nachts, morgens. Altijd proberen nieuwe dingen te zoeken, nieuwe technieken te vinden. Alles draait rond auto's. Er wordt alleen over auto's gesproken. Met mijn vrienden praat ik alleen over auto's en met iemand anders, daar kan ik moeilijk mee praten. Erik is 22. Ook voor hem is het streetracen een ideale uitlaatklep. Erik kikt op alles wat het daglicht niet verdraagt. Ja, ik vind mezelf niet pas in de maatschappij. Ik wil niet leven zoals de meeste mensen. Ik wil dat er actie in mijn leven is. Ik wil dat ik later kan zeggen, kijk, dit en dit heb ik meegemaakt. En dat is precies nu met auto's. Dat is nu een fase in mijn leven. Daar wil ik ook voor gaan. U wil rijden. 3, 2, 1. De streetracers doen er alles aan om een maximaal rendement uit hun motor te halen. Verlaagd chassis, opgefokte motor, uitgeboorde uitlaat. Alles mag en alles kan om respect af te dwingen. Ik zou de koning van het racen willen zijn. Natuurlijk, iedereen zou dat wel willen zijn. Iedereen. En diegene wat het meeste van kent en het meeste geld heeft, die zal het ook zijn. Ik zal er alles aan doen om het hem te veranderen. Een persoon die altijd al naar snelheid heeft gezocht. En naar trekkracht gewoon. Van... Vroeger waren het brommers, daarna zijn het motors en dan worden het auto's. En je blijft daar altijd aan bezig, probeert dat altijd sneller laten te gaan. Het gebrul van de motoren trekt de aandacht van een ongevraagde gast. Goedenavond. Allez, op uw fonté? Oui. C'est quoi, vous faites des 400 mètres? Oui. Ah. Oui, c'est. J'entends la voiture passer devant chez moi et je me dis, il y a quelque chose dans les campagnes. Ah, c'est chiga. 5 litres cylindrée, 5000 cm3. 5000. Excellent. C'est comme le nouveau film là, c'est comment oui, que... The Fast and Furious. Voilà, voilà. Je pensais bien à ça. Sinon, pour les lapins, oui. Tu vois. Mais il faudrait faire une piste spéciale quelque part pour les jeunes, quoi. Il n'y a pas ça. À quelle vitesse est-ce qu'ils arrivent au bout de 400 mètres, plus ou moins? 130. Tu as déjà chronométré? Non, non. Voor illegaal racen kan je voor assise komen en 5 tot 10 jaar cel krijgen. 5 maanden geleden speelde Stijn zijn rijbewijs kwijt en kwam er vanaf met een voorwaardelijke veroordeling. Ik heb al zeer veel snelheidsovertredingen gehad. Ik krijg alleen maar boetes en die boetes stapelen zich zo hoog op dat je op het laatste je auto nog niet meer kunt betalen. Mijn relatie met de politie is zeer slecht. Ik kan er niet mee om. Ze pakken mij op alles wat ze kunnen. Als ik rij en ze zien mij, houden ze mij tegen. Als het niet mag, is het eigenlijk fijner. Dus voor mij hoeft het eigenlijk niet illegaal gemaakt te worden. Hoor. Ik heb het liever zo. De vorige keer toen de flikken gekomen waren, was echt
Die paniek die er toen was, iedereen naar de auto, direct weg en zo. Als je echt ziek en gaat, we tikken wel de merken. Moest er ooit een ongeval gebeuren? Of moest ooit de politie ons betrappen? Ja, dan gaan er natuurlijk rijbewijzen worden ingetrokken en fikse boetes worden gegeven. Dat risico lopen, maar dat weten we ook. Stijn en Erik bleven gespaard van ongevallen. Maar één misrekening of één stuurfout kan een drama veroorzaken. Een beetje streetracer waant zich onsterfelijk. Veiligheid, ja. Het is eigenlijk altijd iedereen voor zijn eigen. Dus veiligheid, we proberen ze veilig mogelijk te houden. Door iedereen te zeggen, kijk aan de kant of auto met licht aan. Zodat we duidelijk weten waar gestopt moet worden. Want het is dan wel snel, hè. Zeker als je afkomt gereden ook. Hè. Ik ben ook blij als ik terug naar huis rijd en ik... En ik kan terugkijken op een goede avond, een geslaagde avond, waar er niks gebeurd is. Want daar denk ik zeker aan. Stel je voor dat er iets gebeurt, zeker s'nachts, ergens op een godverlaten plaats. En dan moet iets gebeuren. Ik zou het niet in de hand willen krijgen. Er zijn veel risico's, denk ik. Het is gewoon een rechte baan met twee langse eendes. Dat staat toch toeschouwd? Nou, die staan langs de baan. Het valt op dat het streetracen bijna uitsluitend een mannenbedoeling is. Alleen de vriendin van Peter durft meerijden. Zenuwachtig, ik heb adrenaline stopt. Gewoon, kijk wat je ervan krijgt als je vertraagt gewoon, hè, die snelheid. Schrik? Nee, schrik niet op de kop. Sta je niet stil bij de gevaren nu? Ja, dat is risico, hè. Dat is zeker ervan, hè. Het is zo hard, ik kan niet. Ik ben heel vaak gegaan met de auto, hè. De meeste vriendinnen zitten gewoon thuis en weten van niets. Ook de ouders van Erik en Stijn weten niet waar hun kinderen mee bezig zijn. Mijn ouders zijn er niet op van de hoogte en mijn vriendin, die laat ik er buiten. Ik zou niet willen dat er wat gebeurt met mijn vriendin of dat zij mee kon kijken. Dus ik hou ze eigenlijk bewust erbuiten. Hoe staat jouw vriendin hier tegenover? Oh, die laat mij eigenlijk wel begaan, maar ze heeft het liever niet. Ze heeft het liever niet, maar ze gaat mij niet ontnemen omdat ze weet dat ik dat heel graag doe. En ze mij dat ook niet kan ontnemen. Want dan kan een relatie niet blijven duren. Het streetracen kost jongeren handenvol geld. Voor één stel banden hebben ze makkelijk een half maandloon over. Maar even snel gaan hun centen op in de rook. Voor het plezier dat we dat doen, man. Ik heb vorige week nieuwe banden gelegd, dat is toch voor bijna 15.000 frank. Dat is nu toch een paar centimeter van die banden af, denk ik, voor een paar duizend frank of zo. Maar voor het plezier moet je het over hebben, hè. Alle geld wat ik verdien steeg in mijn auto's. Als ik moet tellen vanaf mijn 18e, dan zit het toch al dik over het 500.000. Wat ik alleen puur voor mijn eigen en mijn auto gestoken heb. Ja, ik ben altijd aan het werken, ook alleen voor mijn auto. Als het donker wordt. Voorzichtig iedereen, hè. Goed thuis. Het is 3:00 in de morgen. Stijn en Erik houden het voor bekeken. Maar niet zonder een nieuwe afspraak te maken. Volgende week maken ze ergens anders de wegen onveilig.